merkte aan mezelf de laatste tijd dat ik een beetje gek werd van het internet. Ik bedoel, ik ben altijd maar online. En vooral WhatsApp kwam met de strot uit. Want iedereen verwacht daarvan je dat je direct reageert. Dan verlang ik terug naar de tijden dat we elkaar gewoon een kaartje stuurden. Of we echt bij elkaar langs moesten gaan om te kijken of diegene thuis was. Ik bedoel, hoe leuk was dat? Ik besloot een digital detox aan te gaan. Oftewel 48 uur lang zonder telefoon. Maar dat niet alleen. Ook 48 uur lang zonder Netflix, Spotify, 9292 en Google Maps. Hoe dat me afging, zie je in deze video. Let's go! Oké. Let's do this. Oké, guys, ik heb zojuist eens mijn telefoon uitgedaan en het voelt nu echt al super raar. Ik kan het niet uitleggen. Het is echt wel heel raar. Oh my god. Ik kom er dus net achter dat ik geen wekker heb. Even serieus, wie heeft ze vandaag de dag nog een wekker? Ik doe alles op mijn telefoon en ik moet morgen om 7:30 op. En het is al laat, dus ik word sowieso niet om 7:30 zelf wakker. Het begint lekker loop. Ik weet nog niet wat ik hier nu weer op moet bedenken. Mam, ben je nog wakker? Ik kom er net achter dat ik dus geen wekker heb, omdat mijn telefoon uitstaat. Kan jij de wekker voor me zetten? 7:30. Thanks. Good morning. Dag 1 en ik heb nu al een rotnacht achter de rug. Ik heb denk ik in totaal zo'n 4 uur geslapen en ik weet niet of het lag aan het feit dat ik dus wist dat ik geen telefoon erbij mocht pakken. Maar ik kon gewoon niet slapen. Echt verschrikkelijk. Oh, mijn neus jeukt. Here I am. Let's do this. Nou, eet smakelijk. Ik merk eigenlijk gewoon nu al dat ik mijn telefoon mis. Want juist tijdens het ontbijt zit ik op mijn Instagram te scrollen, check ik mijn mail. Eigenlijk doe ik alles online. Dus het is nu al gek om gewoon te ontbijten. Alleen ontbijten. Wie doet dat nou nog tegenwoordig? Blije vogelaars in regio Groningen zien en horen de grootste uil. Dit had ik toch mooi nooit geweten zonder deze challenge gedaan te hebben. Ik heb nog 16 minuten en ik ben dus helemaal klaar. Ik heb ontbeten, de krant gelezen. Ik heb nu voor het eerst in maanden de tijd om mijn nagels te doen. Oké, ik loop in mijn stad onderweg naar de bus. Ik voel me net een baby die op avontuur gaat, jongens. Ik heb dus ook maar gegokt hoe laat ik ongeveer die kant op moet. Want ik heb natuurlijk geen 9292, geen reisplanner. Geen idee of ik de weg ga kunnen vinden. Wat zien mijn nagels er prachtig uit voor het eerst in maanden. Oké, ik ben aangekomen op Centraal Station. En als ik het goed heb, moet ik nu dus 15 minuten lopen om aan te komen bij de locatie. Ik heb de route dus helemaal in mijn eigen Jip en Janneke taal uitgestippeld. Ik moet eerst naar de pontjes toe en dan 2 keer een watertje oversteken. Watertje 1 en watertje 2. Het is wel een geluksdag vandaag. Ik dacht al, zit ik goed hier, maar hallo. Oh, wat een geluk hebben we dan. Ja, want ik heb mijn telefoon gewoon uitstaan ook, want ik heb vandaag natuurlijk een... Nee, klopt. Dat is super Hier hebben wij nu een meeting. Heel veel zin in deze meeting. Dit is een meeting voor Adidas en ja, wie weet wat er uit voortkomt in de toekomst. Ik had net voor het eerst echt even een moment dat ik dacht, oh, ik zou nu zo graag even op Instagram willen kijken. Dan merk je echt gewoon dat het een verslaving is. Ik heb nu 38 bladzijden gelezen en ik begin heel erg slaperig te worden. Ik denk dat ik even gebruik ga maken van de situatie en gewoon nog even mijn bed induik. Is dat heel erg? Oké, tot zo. Ik mis het ook om zelf iets van mijn eten te maken. Wie kan ik nu vertellen dat ik een broodje met ei en kaas aan het eten ben? Oké, tijd om aan het werk te gaan. Ik mag natuurlijk wel editen van mezelf, anders kan ik niet werken deze dagen. Ik wil eigenlijk wel even bewegen, maar ik zie een beetje op tegen rennen zonder Spotify, zonder muziek, zonder niets in mijn oren. Biep, ga je mee buiten spelen? Buiten spelen? Ga je mee rennen? Ja. Oh, Biep, wat is dit? Wat is dit? Nee, jij mag niet. Ready? Ja. Go!
Contract Productions. Hey. Goed gedaan, Wiep. Het is zo lullig. Wiep en ik hebben net een superleuke foto gemaakt samen. En ik kan hem dus niet plaatsen. Ik wil hem plaatsen. Haal het weg, haal het weg, haal het weg. Ik merk dat ik er vooral heel awkward van word, want Wiep zit nu te eten. En dan blijf ik gewoon staren en toekijken. Ik ben een digital detox aan het doen vandaag. En oh, ik heb nog geen één keer op internet gezeten. Dat is mooi werk. Ja. 5:10. En het gekke is, het lijkt de dag duurt veel langer zonder telefoon en zonder internet. Misschien ook omdat je minder dingen kunt doen. Vrijdagavond, vrijdagavond. En ik kan niet eens iemand contacten. Hits maken leuk. Wat te doen op een vrijdagavond zonder internet? Nou, Netflix is dus geen optie. YouTube doorstruinen ook niet. Daar heb ik zoveel zin in nu. Dus ik ben hier met mijn ouders een avondwandeling aan het maken. Good morning. Hoi, goedemorgen. Deze hier heeft me net wakker gemaakt. Ja. Hoeveel gaan we rennen? 10? Gaan we 10 rennen? Ja. Oké. Okay. Misschien. Ja, nee, ik vind het wel goed. Ja. Oké. Okay. Oké, let's go. 10 kilometer gedaan! Yes! Nu moet ik toch wel toegeven dat ik het heel erg stom vind dat ik mijn run niet kan bekijken op mijn hardloopapplicatie en dat ik het niet kan delen. Want 10 kilometer, 's ochtends op zaterdag, voelt toch wel echt als een overwinning. En nu kan ik het met niemand delen! Wat te doen zonder Spotify? Sky! Woe! Hoe voel jij je na het rennen van 10 kilometer? Ik ben blij dat het weer op zit. Ja. Engste is misschien gewoon van deze challenge geen Google Maps te hebben. Ik merk wel dat ik door deze challenge veel meer onderneem en veel meer doe. En ook veel meer met mijn familie ben. Dat is wel echt heel waardevol. We gaan nu samen naar het centrum van Purmerend. Dat is nog eens een goed broodje kaas. Wow. Wat een broodje. Niet normaal. One down. Want hebben we toch weer iets gekocht? Konden we het toch weer niet laten? Ik moet zeggen, de halve dag zit er nu ook alweer bijna op. Oké, nee, dat is overdreven, half twee. Maar ik hou het echt nog goed vol. Ik heb een paar keer gehad in de winkel dat ik dacht van, oh, ik pak even mijn telefoon erbij. Op de een of andere manier schijn ik dat dus wat te doen als ik aan het winkelen ben. En nu kon het niet. Gaatje zit erop, volgende bestemming? Boodschappenmarkt. Oké. Nou, dit zijn officieel de beste aankopen van vandaag. Schuddebuikjes! Met dit heb je toch helemaal geen internet meer nodig. En dan, ja, dit kan bijna niet waar zijn. Ik geloof het ook nog steeds niet, maar ik was bij de Action en daar zag ik een Action-camera liggen. Letterlijk en figuurlijk. Met 4K. Nou, ik heb vorig jaar voor €150 een neppe GoPro gekocht. En die had niet eens 4K, die had full HD. Dus we zullen zien. Stay tuned! Joehoehoe. En dan deze te leuke trui bij de H&M. Op deze manier gaat het toch wel veel sneller dan gisteren de dag. Hebben jullie wel eens gedroomd dat je niet kan wakker worden uit je droom? Ik weet niet waarom ik zo moe ben. Deze digital detox is erg vermoeiend. Ik zit weer achter de Lappie. En dat komt omdat ik mezelf moet voorbereiden op de live show van morgen bij Body Mind en Guilty Pleasures op Ziggo Sport. Maar gelukkig is daar geen internet voor nodig. Welkom bij Koken met Lau. Hey! Nou, dat is toch perfect gelukt? Ja, dat zeg ik het zelf. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, wat te doen als je zelf geen sociale contacten kunt leggen? Je zusje opmaken. Want die heeft wel een sociaal leven. Oh, ik ben zo jaloers, Biep, op deze. Ja. Dit is het resultaat. Biep, wat ben je mooi. Kijk eens naar beneden. Wauw. En dan weer omhoog. Mooie eyeliner ook. You're ready to party. Ik heb mijn zusje afgezet. Kleine meisjes worden groot. Dat is wel heel erg nuttig vandaag, al zeg ik het zelf. Oké, guys. It's the moment of truth. Het is 10:55. Ik heb mijn telefoon om ongeveer 10:50 uitgezet. 2 dagen terug. Dus ik mag mijn telefoon aanzetten. Ah, daar gaan we. Oh, dit voelt zo goed. The moment we've all been waiting for. Nog nooit opgevallen dat dit zo lang duurt. Oké, daar gaan we. Oh my god, er komt al van alles binnen. Hij trilt. In 2 dagen 120 WhatsAppjes. Ondanks het feit dat mensen wisten dat ik offline ging. Dat is toch best wel wat. Guys, I made it.
Dankjewel voor het kijken. Vertel me vooral in de comments hoe vaak jij op je telefoon zit. En of je ook al eens zo'n digital detox hebt geprobeerd. En dan zien we elkaar in de volgende video.